Het is een buitengewoon uh, sterk schilderij dat op allerlei manieren een heel directe impact op je heeft. Uh, het eerste wat je ziet is die figuur van, uh, van Maria, letterlijk lijkbleek uh, in het centrum van het schilderij. Uh, het is eigenlijk ook een paradoxaal onderwerp, want uh, Maria gaat niet dood. Maria heeft eigenlijk onmiddellijk in het uur van haar dood. haar lijfelijke wederopstanding. En dat zie je hier afgebeeld. En boven haar hoofd zie je het visioen van. Uh, van Christus die haar verwelkomt in de hemel. Uh, maar wat er heel erg fascinerend en sterk is aan dat schilderij. is dat het is geschilderd alsof het een. Uh, Mentaal visioen is van Maria op dat moment. Ja, het lijkt alsof de schilder heeft willen schilderen wat zij op dit moment voor zich ziet. En je ziet ook dat alle apostelen die haar omringen niet reageren op dat visioen. Er is niemand die daarnaar kijkt. Zij is de enige die dat ziet. Dus wat hier is afgebeeld is uh, het belang van het geloof in de wederomstanding. Het is dus een scène die. Treurig, dat noemt zou kunnen worden, want er gaat iemand dood. Maar tegelijkertijd is de nadruk op de wederopstanding en op de hoop. En vooral op het geloof in de wederopstanding die hoop verschaft. Ik heb altijd gezegd dat ik een atheïst ben. Maar tegenwoordig heb ik dat veranderd. Ik zeg tegenwoordig dat ik een katholieke atheïst ben. Dus ik ben niet zomaar een afvallige, ik ben afvallige van de Heilige Moederkerk. Dus in dat opzicht heeft Maria wel een speciale plek in mijn afvalligheid. Uh, mijn Italiaanse schoonmoeder uh, gelooft mij nooit als ik zeg dat ik atheïst ben, zij noemt mij altijd uh, Mariano, een Maria-vereerder. Ik weet niet waar zij dat op baseert, maar tegelijkertijd heb ik uh, niet de moed om mijn Italiaanse schoonmoeder tegen te spreken. In die hele patriarchale, ouderwetse, masculine wereld van de katholieke kerk is Maria de machtigste. De vrouw die eigenlijk uh, degene is die het meest vereerd wordt. En uh, ik denk niet dat je echt kan zeggen dat. Maria, de prototypische vrouw is. Uh, maar het is wel een heel mooi aspect van het katholieke geloof dat zoveel troost en zoveel hoop gebaseerd is op een vrouwfiguur. De bijzondere positie van Maria is eigenlijk ook afgebeeld op dat schilderij. Zij is de bemiddelaarster. Zij heeft een tussenpositie tussen uh, de immanentie en de transcendentie tussen de aarde en de hemel. Uh, en dat is vervolgens ook haar taak tot op de dag van vandaag... om voor ons arme stervelingen voorspraak te doen in de hemelen. Dus dat maakt haar eigenlijk heel erg toegankelijk. Zij is de manier om uh, toegang te krijgen tot het hemelse gerecht, zeg maar. En tegelijkertijd is Maria natuurlijk de... De prototypische moeder. En zoals moeders zijn, is zij een figuur die troost biedt. En in het voorjaar van 2020 werd Europa overvallen door het virus. En eh, ik woon in Genua. En Noord-Italië eh, werd bijzonder hard getroffen in die periode. We kwamen terecht in de meest strenge lockdown eh, die Europa ooit heeft gekend. En het was ook een periode van, uh, van grote angst. Want het was allemaal nieuw, we wisten niks over het virus. Uh, en in die tijd was het uh, mijn taak om uh, af en toe het huis uit te gaan, om de hoognodige boodschappen te doen. Uh, en op een gegeven moment, toen ik terugkwam van het afleveren van uh, groente en fruit bij de moeder van Stella, sigaret ook, uh, toen zag ik dat de kathedraal open stond. Toen ging ik naar binnen en er was helemaal niemand. Uh, behalve één mummelend mannetje achterin dat zat te bidden. En in dat klimaat van eenzaamheid, angst en onzekerheid. zag ik opeens het standbeeld van Francesco Vanelli op het hoofdaltaar van uh, uh, Maria. afgebeeld in haar hoedanigheid van koningin van Genua. En dat bood mij enorm veel troost. Om op dat moment Maria te zien. Ik heb er vervolgens alles aan gedaan om eh, uit te leggen dat het het eeuwenoude beeld in de context van de eeuwenoude kathedraal was. en de geschiedenis was die mij troost biedt, omdat ik niet wou toegeven dat het Maria was. Maar het was Maria.